Wat goed dat jullie aan de slag gaan met het verbeteren van jullie medezeggenschap. Want van opbouwende kritiek wordt alles beter, ook in het onderwijs. Maar zorgen dat meepraten op een school werkt is niet altijd eenvoudig. Soms vinden besturen het lastig zich open te stellen voor feedback. En soms lukt het maar moeilijk om ouders of leerlingen te betrekken bij de raad. Is er een gebrek aan leden? Daarom ben ik blij dat een brede groep partijen een plan van aanpak heeft opgesteld. Het advies goede medezeggenschap. Dat organisaties voor leerlingen en ouders, de PO en VO-raad en ook de vakbonden zorgen dat trainers kunnen worden ingezet om die medezeggenschap op school ook goed op orde te krijgen. Dat ze besturen helpen bij het organiseren van hun eigen tegenspraak. En dat is nodig ook. Te vaak hoor ik nog van bestuurders dat ze medezeggenschap eigenlijk zien als een soort noodzakelijk kwaad. Als een verplichte bijeenkomst waar ze zo min mogelijk mee willen doen. En dat zijn gemiste kansen. En jullie geloven dat ook. Want anders verdiepen jullie je niet zo stevig in medezeggenschap. En daarom wil ik jullie nog iets meer vragen. Maak niet alleen je eigen raad sterk, maar inspireer ook andere besturen, ouders, leraren en leerlingen om mee te praten en beslissen. Want de enige manier om het onderwijs echt te beïnvloeden is door kritiek te geven en te ontvangen.